Hallo, we komen voor de Dutch Madonna. Nou, welkom. Hallo, wij zijn op zoek naar de Dutch Madonna. Ja, hi. Nice to meet you. En hier woont dus de Nederlandse Madonna. Ja, zoals je ziet. Madonna is ook een inspiratiebron natuurlijk, want zij is hier altijd in huis. En ze zegt tegen mij, jij gaat mooi schilderen. Hier hangt een zelfgemaakt kaartje. En daar staat Poesje Mouw. En daar heeft zij nu, ook Poes is ook een nieuwe titel op haar cd. Van Confessions on a Dance Floor. Hoe was het om Madonna te ontmoeten in het echt? Ja, dat was het. Daar ga ik mee mijn graf in. Dat was het mooiste wat ik in heel mijn leven meegemaakt heb. Kijk, dit is dus het jackje van Papa Don't Preach. Hier hebben we dan mijn schoenen voor Like a Virgin. En natuurlijk niet te vergeten La Isla Bonita. En hier niet te vergeten Where's the Party. Don't cry for me, Argentina. Dit hondje is ontdekt door mijn dochter op de Vogeltjesmarkt in Antwerpen. 15 jaar geleden, een klein babytje. En vanaf toen kent deze Keeshond, je kunt het ook zien, alle nummers van Madonna. Like a Virgin, kom dan, kom eens hier. Yo, kom maar. Zoals je weet is Madonna ook in de wijnen begonnen. En ik heb natuurlijk ook zelf een eigen huiswijn. Rosé. Bijna José. Ja, bijna José. Nu ga ik voor jullie piano spelen. Het is voor het programma Shownieuws. Oh, Shownieuws, kijk. Dus ik zal even voordoen hoe dat gaat. Madonna. En wat is uw sterrenbeeld? Ja? Kreeft, juist, precies. En dat is precies de reden dat u op een van mijn hoogtepunten belt. Happy nu, ben reuze in mijn sas, José tot jij daar was. Kijk Madonna, ze kent heel het nummer hè. Thank you Madonna, thank you for giving me so much power.